We hebben trouwens een app, hè? Wist je, we hebben een app nu, hè? Je kan gewoon een app downloaden van Voetbal Insight en dan kun je jou, dan kom je ook op tegen regelmatig enzovoort. Ja. Dus dat is leuk. Zou maar niet downloaden dan. En verder hebben we aanstaande maandag de derde helft. En ik denk, de derde helft, gaat dat nou weer op? Dan gaan we na deze uitzending gaan we door. Dat is eigenlijk de ongecensureerde versie. Tot s'nachts een uur of twee, hè? Ja, en dat wordt echt ongecensureerd dan. En ja, dan gaan we dingen zeggen die dan gaan we wel eens misschien een beetje ordinair doen. Dan zou het ordinair kunnen worden, hè? Ja. Oh, na de uitzending kunt u overal op app dus dan en kunnen we op alles site over Vauwenwijnen zeggen. Sensi komt langs, hoor ik ook nog. Dus. Nee, maandag? Ja, maandag. Sensi. Wie komt langs? Sensi. Dat kleine meisje? Wie is Sensi? Ja, die grote levert altijd de taarten aan hier. Maar is dit iemand jarig? Maar wie is Sensi? Even serieus, Sensi. Hebben jou toch verjaardag ook wel een keer? Heeft ze er ook wel een taart gebracht, of niet, Sensi? Dat is de dame die altijd bij Live for You, of Live and Cooking, weet ik veel hoe dat heette, die deed altijd ook de taart brengen. We komen er bij Sofie niet in, maar andere vrouwen die korte rokjes in de taart. Ja, dat begrijp ik. Gaat ze doen ook niet. Weet ik niet. Ik heb er nu wel zin in de derde helft. Maar dat is de aanstaande maandag dat we na de uitzending doorgaan. Begrijpt u tenminste? En voor wie doen we dat? Wie kijkt er dan? Nou, de bedoeling is dat mensen waar ik nu tegen zeg, dat die dan gaan kijken. En wat heeft ze aan, Wilfred? Maar die kijken dan op internet? Ja, op je app kan je ook kijken dan. Aha. Maar kan dus dan heb je al anderhalf uur dit door moeten worstelen en dan mag je gewoon door gaan kijken op je telefoon. Maar kan Sensi dan niet wat eerder komen? Dus dat zou bij mij thuis best blij mee zijn. Met Sensi? Nee, met die app. Oh. Goed om man. Maar kijk jouw vrouw tegenwoordig ook? Nee. www.voetbalinsight.nl. Als u nog vragen heeft, opmerkingen wil maken en alvast voorbereid wil zijn op de derde helft.